Ja. Jij hebt een goede kijktip voor ons. Vertel eens. Wij maken hier best veel, ik wil niet zeggen reclame, maar besteden aandacht aan allerlei programma's op televisie. En nu is er een programma dat wordt morgenavond uitgezonden. De eerste van drie afleveringen. Dat is op RTL 8. Ja. En het heet Wild Animal Reunions. Het gaat over dieren. Het gaat ook over mensen. En mens en dier. Ik heb die documentaire zelf ingesproken. Over huisdieren? Nee. Kijk, wij houden allemaal, zoals we hier zitten, houden we wel van dieren op een of andere manier. Hè? Het zijn altijd huid. En zelfs als je er niet van houdt, denk je nog, oh, kijk eens, oh, dat katje komt toch bij me op schoot. Of, oh, ik heb toch wel contact met die hond. Hij vindt me blijkbaar toch wel leuk. Dus we voelen wel dat er iets magisch is tussen mens en dier. Maar in deze documentaire serie ga je dat dus helemaal beleven. Mensen die een band hebben met een neushoorn, met een haai. Omdat ze die haai ooit gered hebben. Die vrouw die met haar hele arm in die haai gaat om er een haak uit te halen. En die haai die komt dan vervolgens steeds weer naar haar toe zwemmen en legt zijn kop op zijn schoot. Nou, het is te wonderlijk. RTL 8, morgenavond om 8:30. En deel 2 komt om 9:30. En we gaan nu even, ik heb het ingesproken. Ik ben zo blij dat ik dit mag vertellen. Want we gaan nu eventjes naar de inleiding van een van die afleveringen kijken. De meeste van ons zijn dol op dieren. We vertroetelen onze huisdieren en behandelen ze als familieleden. We koesteren de meest uiteenlopende soorten gezelschap. Van donzige knuffel tot gladde glibber. Overal ter wereld smeden mensen ook banden met bijzondere wilde dieren. Maar als we willen dat ze wild blijven, moeten we ze op zeker moment vrijlaten. Dat kan het weerzien des te emotioneler maken. Wisten we maar echt wat er in zo'n dier omging? Sommigen lijken onze liefde en genegenheid te beantwoorden. Anderen zijn zelfs door het dolle heen bij het weerzien. Bij al die ontmoetingen blijkt telkens weer hoe sterk de banden zijn. Banden die jarenlang stand houden. We gaan kennis maken met bijzondere mensen en al even bijzondere dieren.